Rotterdam is voor mij een droombaan. Ik vind de haven magisch. Het is de grootste haven van Europa. We hebben hier enorm veel data waar ik mee mag werken. Superleuk. We staan hier op de RPA 3. Dat schip gebruiken we voor te testen om autonoom varen mogelijk te maken. We hebben onze eigen software waarbij we heel veel data verzamelen. Daarnaast zijn we aan het experimenteren en pionieren met sensoren. Die plaatsen we als schepen zoals deze, maar ook langs de kade. Deze data gebruiken we met R en Python. De modellen die we toepassen zijn objectherkennen, maar we voorspellen ook risico's. Daarvoor gebruiken we camera's, 3D laser en ook de radar. We staan hier het begin van de haven Rotterdam. Om je heen zie je allemaal havens. En als je helemaal verder naar het westen kijkt, zie je nog 42 kilometer aan havengebied. Nou, we zetten vol in op de digitalisering. En om die digitalisering te kunnen waarborgen, hebben we data nodig. We hebben data van scheepsposities, we hebben data van assets, bijvoorbeeld slimme kades waar sensoren in zitten. We hebben data van commerciële partijen, we hebben data over goederenstromen, hoe die lopen. Het is ontzettend divers. Van die data maken we mooie dataproducten. Aan de ene kant kan dat dienen om de veiligheid verder te verhogen in de haven, maar ook om de processen in de haven te optimaliseren. Bij de Port of Rotterdam hebben we een eindige scala aan data, waar je in combinatie met machine learning allerlei analyses mee kan doen. Een voorbeeld dat we doen is bijvoorbeeld de analyse op scheepsposities. Daar kunnen we heel accuraat de emissies kunnen we monitoren van alle schepen. En zo kunnen we beleid voeren op ten behoeve van het milieu. Binnen het data engineering team gebruiken we moderne tools. Dat stimuleren we ook, omdat we graag tot de beste oplossing willen komen. Een voorbeeld van technologie dat we gebruiken is bijvoorbeeld Kafka en Kubernetes in combinatie met elkaar. Programmeertalen die we dan gebruiken zijn Java, Kotlin of Python dat tegenwoordig veel gebruikt wordt. Maar ook moderne talen stimuleren wij ook, zoals Golang. De havenbedrijven willen altijd vooruit, er is altijd veel ambitie. Er is altijd veel mogelijk en dat ook op het gebied van data. Digitalisering en als onderdeel daarvan data is een belangrijk strategisch thema binnen de Port of Rotterdam. Samenwerking tussen data-analysten, data-engineers en data-scientists is daarin van cruciaal belang. Binnen het datatechnologie-domein hebben we op dit moment openstaande vacatures en leiden we data-engineers en data-scientists op. Kom aan boord en reageer op een van onze openstaande vacatures.